stand on my feet. Take a look in the mirror and cry. What about you doing to me? I have spent all my years in believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, can anybody find me somebody to love? Yeah. I work. He works hard every day of my life. I work till I ache my bones. At the end of the day, I take home my. Wat is je naam? Janne Janssen. Melissa. Mijn naam is Jesse Timmer. Niels. Mijn naam is Luc Sloten. Damien Schenk. Mijn naam is Merle. Beschrijf deze reis met een paar woorden. Veel gezien. Leuk. Gezellig. Dat was het wel. Druk. Vermoeiend. Maar geweldig en leuke mensen. Wat is jouw leukste herinnering aan deze reis? Ik vond het erg leuk dat we gingen bowlen, want ik was erg dom bezig en ik liet de banden af te vallen. Dat was heel grappig. En toen gingen mensen ook echt draaien als dat ze doen bij die bowlen. Dus dat was erg leuk. Het is eigenlijk wel een moeilijke vraag. Ik vond het eigenlijk allemaal wel leuk. Voornamelijk wel het dagelijkse leven in Rome met mijn uitwisselingsstudent, zeg maar. Dat is toch wel het beklimmen van de Sint-Pieter, denk ik. Ja, ik vond het wel echt heel leuk om in deze reis, omdat je echt elkaar beter leren kennen, zeg maar, met de hele groep. En dat we gewoon echt een hechtere groep worden, dat merk je wel echt. Welke bezienswaardigheid kan je het beste herinneren? Het Vaticaan, denk ik. Ja, waarom? Nou, je ziet de paus, dat is toch een beetje goddelijkheid. Ja, dat is de Sint-Pieter sowieso. Ik vond de kerk die we gisteren altijd bezocht, omdat dat heel erg emotioneel was voor iedereen. Dat vond ik wel heel gaaf. Heel bijzonder. En wat zijn de minder leuke dingen aan deze reis? Het is soms wel een beetje chaotisch. Aan de ene kant is dat wel leuk, aan de andere kant soms een klein beetje stressvol. Maar... Ja, dat was veel die school moesten zitten wachten. Dat is toch wel erg vervelend. Dat Lieke wegging. Heel jammer. Defying the laws of gravity, I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah, 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me.